Rosita! Ja. Wat leuk dat ik hier mag zijn. Hartstikke leuk. En zeker geen toeval. Nee, zeker geen toeval. Rosita is een Reiki master. Onder andere, daar begon het allemaal mee. Ja. Kun je heel kort vertellen wie je dan eigenlijk wel bent en wat je doet en waarom? Ik ben onvoorwaardelijke liefde. Oeh, dat klinkt mooi. Ja, geworden. Want ik ben natuurlijk ook hier in die lage energie geboren. En met als doel om alles te begrijpen en de buitenwereld waar wij in leven te mogen doorzien. En mijn eigen negativiteit te mogen doorzien. Om dan vervolgens mijn hartchakra open te laten gaan. Wat ook gelukt is en waar ik zeer dankbaar voor ben. Maar Reiki is een aantal jaar geleden op mijn pad gekomen en dat ben ik gaan doen. Maar dat is werken met energie. Ja. En of je dat nou Reiki noemt of magnetiseren. Ja. Of, het is gewoon werken met energie. En gewoon werken met energie, wat er wel is, maar wat wij niet kunnen zien met onze fysieke ogen. Dat is gewoon veel meer. Ja, we kunnen het wel voelen, hè? Ik heb het wel zo vaak dat ik het echt heb gevoeld. Oh ja, zeker. Dat was wel heel indrukwekkend. Oh, dat was heel indrukwekkend. Ja, ik kan me dat nog goed herinneren, want ik heb bij Thermen Buslo gewerkt. En daar heb ik ook spirituele collega's, had ik daar. En daar heb ik meegedaan met een meditatie, om ook energieën te voelen. En ik dacht echt, wow, ik voel iets. Het is niks. Ik kan het indrukken als een soort watten. En ik kan het indrukken en ik kan het groter laten worden. Ja. En ik keek omheen zo van, nou, voelen jullie dat nou ook? Voelen jullie dat nou niet? Hoe kan dat nou? En waarom voel ik dat nou wel? Ja. En dat was zo bijzonder. En dat heeft wel heel veel indruk op mij gemaakt. Ja. En waardoor ik alleen maar ook nieuwsgieriger ben geworden natuurlijk. Je doet ook meditaties, hè? Ja, dat is ook op mijn pad gekomen. Daar heb ik met mijn verstand zou ik bijna zeggen, niet voor gekozen, maar dingen komen op je pad. En dat gebeurt gewoon omdat dat dan in je blauwdruk geschreven staat. Okay. Dat is januari 2015 geweest, dat ik bij iemand terechtkwam waar ik zelf deze meditatie mocht ervaren. Mm-hmm. En ik begreep eigenlijk totaal niet na de hand toen ik naar huis reed wat er nou precies gebeurd was. Mm-hmm. En de weken die daarna volgden, dan komen de inzichten gewoon in gedachten van, oh, dat is er gebeurd. En het heeft mij in de vijfde dimensie gebracht. En mijn hart is open gegaan. En ik mocht het ook doorgaan geven aan mensen die bij mij op mijn pad zouden komen. In eerste instantie had ik toen zoiets van, aan wie dan? Ik zou mijn god niet weten. Ja, er zijn heel veel kijkers, dus je gaat het heel druk krijgen. Ja, goed, ik doe mijn best. Ja. Er zijn er ook al heel veel geweest hoor. Ik heb er nu iets meer dan 150 al bij me gehad. Okay. Ja, dat is allemaal zielenfamilie. Dus ze komen natuurlijk niet allemaal bij mij, want er zijn er nog een aantal die ook deze meditatie mogen gaan geven. En al geven. Dus ik ben niet de enige. Maar degene, het gaat allemaal om zielengroepen, monades. En als je in hogere energie terechtkomt, dan ga je dit ook begrijpen. En degene die bij mijn zielengroep horen. Want ik weet dat ik een overziel ben. En degene die bij mijn zielengroep horen, die komen automatisch. Die voelen toch dat ze naar mij toegetrokken worden. Mm-hmm. En daar mag ik dan die meditatie mee doen. Waarbij ze eigenlijk hun wedergeboorte zullen ervaren. Nou, ik ga dus die meditatie doen. Dus ik ben de geluksvogel vandaag. En ik ben heel erg benieuwd. Ik zet me eigenlijk wel helemaal voor open. En we gaan het ook even vastleggen. Zodat jullie eventueel de meditatie mee kunnen doen of even kijken hoe dat gaat aflopen. Ja, maar superleuk. Ja. Ik ben dankbaar dat ik hier mag zijn en dat je dit met mij wilt delen. Ja, en ik ben ook heel dankbaar dat je het wil filmen. Oh. Omdat dit zo belangrijk is voor mensen om te gaan begrijpen. En dat bij 5D begint, vijfde dimensie begint eigenlijk je verlichting. Dan heb je het eigenlijk over soort bewustzijnsniveaus? Ja, het zijn eigenlijk allemaal bewustzijns. Ja. Alle dimensies zijn bewustzijnsniveaus. Dus we leven hier op aarde in de lage derde dimensie. Ja, dat is een hele lage energietrilling waarbij negativiteit heerst, overheerst. Mensen begrijpen hun negativiteit niet, het duister eigenlijk begrijpen ze niet. En naarmate dat je bewuster wordt, ga je dus in dimensies groeien.
Dat is dus ook je gedrag veranderd en je alles verandert. Ja. En als je je wedergeboorte hebt ervaren, wat gewoon eigenlijk een bewustzijnsstaat is, dan is er geen weg meer terug. En die weg wil je ook zeker niet meer terug. Maar het wordt alleen maar mooier en liefdevoller. En jullie gaan het meemaken? Ja, zeker. Nou, daar gaan we! Daar gaan we! Goed. Ga goed liggen. Niet spannend. Ik voel me hard ontspannen. Zeker. Voeten en handen niet gaan kruisen. En dan mag je zo je ogen dicht doen. Nee, zo is prima. Dan mag je zo je ogen dicht doen en dan hou je net zo lang je ogen gesloten. Totdat ik je weer terughaal in het hier en het nu. En ik ga je ergens naartoe begeleiden. En van daaruit ga je mij alles vertellen wat er bij jou binnenkomt. Dat gevoel kun je vertalen in beelden, in kleuren. Je kan teruggaan naar het begin van dit leven. Je kan teruggaan naar vorige levens. En je gaat alles met me delen, want anders kan ik daar niet op ingaan. Ik ga eerst je lichaam helemaal even langs om te laten ontspannen. En dan gaan we maar eens kijken wat er allemaal mag gaan gebeuren. Dan voel maar hoe je gedragen wordt door het bed. Daar hoef je helemaal niets voor te doen. En voel maar hoe je gedragen wordt door het bestaan. Daar hoef je helemaal niets voor te doen. En voel maar hoe je gedragen wordt door de liefde. Daar hoef je helemaal niets voor te doen. En voel maar hoe je hart klopt. Die klopt vanzelf. Daar hoef je helemaal niets voor te doen. En dan mag je met je aandacht naar je voeten gaan, je enkels, je onderbenen, knieën en je bovenbenen. En dan laat je hier nu al je spieren los. Alles laat je los, zodat alles lekker warm en ontspannen wordt. En dan gaan we met je aandacht naar je bekken, al je rugspieren. En je nek, ook hier laat je nu al je spieren los. Alles laat je los en alles wordt helemaal ontspannen en lekker warm. En dan mag je je aandacht vestigen op je onderbuik, je buik en je borstkas. Ook hier laat je nu al je spieren los. En je wordt helemaal ontspannen en lekker warm. En dan mag je je aandacht vestigen op je schouders, je bovenarmen, onderarmen en je handen. En ook hier laat je nu al je spieren los. En dan gaan we met je aandacht naar je keel, je ogen, al je gezicht- en hoofdspieren. En ook hier laat je nu al je spieren los. En je bent helemaal warm en ontspannen nu. En probeer jezelf maar ergens te zien op een strand. En vertel me maar waar je bent en wat je ziet. Moeite met mijn ogen, die gaan Laat maar gaan. Ik kan me wel een strand voorstellen. Ik zie de kust, water, de zee die er wordt Ben je daar alleen? Ben je daar alleen? Ik zie wel mensen om me heen, achter me zijn.
hoe is de lucht? Blauw, grijs. Het is niet echt een heldere zomerdag. Het is wel lekker. Zijn er veel wolken? Geef die wolken nu eens direct al je liefde met heel je intentie. Stuur met heel je intentie, al je liefde naar die wolk. Kan je in gedachten ook zien wat je aan hebt? Ja, ik wil zeggen de spijkerbroek, maar volgens mij heb ik een driekwartsbroek aan. Welke kleur? Groen. Okay. Voeten. Hoe is de lucht nu? De lucht is wel wat helderder. Het water voelt wat koud aan. Oké, stuur al je liefde naar het water, zodat het lekker warm gaat voelen. Zodat je één wordt met het water. Ik zie mezelf nou in het water zitten, mijn handjes spartelen. Een boek nat. Eens kijken. Eens kijken. Zijn er vogels in de lucht? Ik weet niet of ik ze nou zie of dat ik ze nou zelf voorstel. Ja, een beetje op het zand. Ja, ik zie vogels. Niet boven het water, maar ook boven het zand. Mm-hmm. Kun je zien welke vogels het zijn? Leeuwen. Hebben ze een boodschap voor je? Kun je in gedachten vragen of de adelaar bij je wil komen? Hoog in de lucht. Super. Handjes. Het geluid. Vraag maar of je dichtbij je wil komen.
So what scary as huge. Hij zit hier nou op mijn arm. Oh, super. Je mag met hem meegaan, hij wil je aan mij staan te zien. Als je zelf kan vliegen, dan vlieg maar met hem mee. En anders mag je op zorg. En vertel maar wat je allemaal onderweg tegenkomt. Ik ben in de war met het, ja, laat ik me nou fantaseer ik het niet. Niet nadenken, zodra je na gaat denken, schiet je weer in je hoofd. Schiet je in je ego. Niet nadenken. Blijf bij je gevoel. Wat gebeurt er? Vlieg ik zelf. Wat zie je allemaal? Groen, bergen, natuur, schoonheid van de natuur, grootte ervan. Vliegt de adelaar met je mee? Ja. Ik vlieg er achteraan en omheen, als een speels puppy. Naar waar het is. Ja. Uitzicht over bergen en een dorp. Mooi. Dus als eieren liggen in het nest. Oké, okay. Hoeveel eieren liggen er dan? 3. Oké. Of er een ei uitkomt en dan begint te krijsen. Ik wil eten. Ja. Kom zo. Ah, het tweede begint open te barsten. Maar de eerste is een share wat je leidt. Nou, dan zie je 3 kopjes erboven. Oké, okay, zouden die eieren kunnen bestaan voor de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Ik weet het niet. Ik weet wel dat ze gevoed willen worden. Dat is goed.
adelaars waarom je dit mag zien. Symboliseert de honger naar kennis, de honger naar wijsheid eigenlijk. Mooi. Super. Een beetje schillen naar voedsel, een soort interpretatie naar mezelf. Ik honger heb naar die wijsheid. In het dorp aan het vliegen. Is er een bekend dorp voor je? Nee. Ik moet wel denken aan een soort Duits dorpje, want dat is mijn, wat ik het echt heb meegemaakt. Het is een dal, zeg maar. Nee. De adelaars eigenlijk aan het kijken of ik aan het uitspoken ben. Zit het op een kerktoren? Vraag eens in gedachten of dit is uit een vorige leven. Het is wel een herinnering. Maar niet, ik ken dat niet uit nu. Vraag eens of je een jaar het al door mag krijgen. Ga maar kijken wat er toen gebeurde. Waar ben je daar? Het is niet zo dat ik dat dorp was vrolijk, alsof er een visite is geweest, pest of iets dergelijks. Komen de gedachten van. Ik moet daar zijn om te genezen. Okay. Ik voel me heel rustig worden. Mooi. Stuurde al je liefde naartoe, naar het hele dorp. En naar die pest die daar heerste. Gaat helen met al je liefde. Het is nog een stuk in je onderbewustzijn wat nog geheeld mag worden. En dan ga je nu zelf helen met al je liefde. Waterbron. Apart maar om die mensen in die kledij te zien. We komen buiten, het is allemaal wat vrolijker geworden. Oh, super. Mooi. Alsof je in je bel in het beest
In het dorp is iets over me. Ik vind het misschien raar, maar het lijkt wel of ik jou daar zie lopen in zo'n ouderwetse boerenjurk. Niks is raar. Dat betekent dat we elkaar al van vorige levens kennen, dat wisten we al. Ik ben een beetje onder de indruk. Het feit van het vorige leven, dat het zo kan. Dat is wel lekker. De herinneringen zitten in ons onderbewustzijn. Ik merk dat het gevoel wel in mezelf zit, want om me heen. Zie ik toch wel meer vreugde en zo. Ik ben gewoon een beetje van, op dat moment even van slag, zeg maar. Ja. Nee, wat de fuck. Maar het is goed. Ziek, dans. Mooi. Super. Dat is vreugde en blijdschap. Dat is allemaal geheeld. Dan mag je de adelaar in gedachten vragen of je verder mag met je reis. Maar het gaat niet anders. Ik vlieg nu niet zelf, maar ik zit inderdaad op zijn rug, zeg maar. Mm-hmm. Ik ben een heel stuk kleiner. Mm-hmm. Waar gaan jullie naartoe? We gaan naar door de wolkjes. Heeft die wolken ook direct al je liefde? Een duikvlucht naar beneden, dat hij een prooi wil pakken. Nee, die vroeg hij juist. Oh, super. Dat is waarschijnlijk even een test om te kijken of je nog angst hebt. Ja, ik zei daar zoiets van, oh, maar nee, het is goed. Zand hier, blauw water, palmboompje.
Er is op een hek. Grote klauwen zie ik zo om die houten hek, maar dat is op zo'n hek. Ja. Ik zit daar gewoon niet naast. Vraag de Allah in gedachten is of alles geheel is uit je verleden. Ik zeg nee. Ik wil dat niet zeggen. Wat zou er nog geheel kunnen worden? Waarom gaat die allemaal op het hek zitten? Jezus, maar als jij zelf denkt nee, dan kunnen we niet verder en dan wacht ik nog wel even. Wat zou er dan nog geheeld kunnen worden of ben je klaar om verder te gaan? Vertrouw je de allemaal? We kunnen wel verder. Oké, super. Gaan in een bos, zoals ze me dichterbij in de natuur brengen. Mooi. In zilte. De kinderen die ik spelen. Je weet waar de waterval voor staat? Nou, ik heb zo bijna de weg getalen. De waterval staat voor de bron, schepper. Heel erg gemis. Het is alsof ik nou de kans krijg om het niveau echt verschil met mijn eigen kinderen. Ja. Die ik dus heel lang niet heb gezien of niet heb gespeeld. Ik heb het van de jeugdheid naar gehad. Dus of ik het nou weer mag halen of zo. Niks tegenhouden, laat maar gebeuren wat het gebeurt. Ik zie de oudste van me, zie ik gewoon echt naar het plein kijken. Dat ik het contact zeg maar, dat het spelen met de jongste. En dat het met zijn cliënten zo zijn. Ja. Ja.
je daar nog steeds? Ik hoor net mijn ouders te zeggen, kom pa, we moeten weer verder. Ik heb een gesprek met die vogel. Vertel. Ja, gewoon zo. Ja, en wat gaan we nou doen? Gaan we nou naar mijn biologische vader toe? Of naar mijn moeder toe? Wat ben je van plan zo, hè? Zo'n dat gesprek. What's next? Lastig om los te laten. Alles mag je loslaten. Je kunt helemaal niks loslaten. Maar het is pijn dat je dat stukje van mijn ziekte eigenlijk in moet gaan. Hè? Komt allemaal goed. Vertrouwen. Heb je vertrouwen? Dan mag je verder. Ja. Vlieg op mijn rug. Groen en bolletjes. Ik heb gedacht aan de Adela waarom je dat mag zien. Omdat ik te weinig met de natuur bezig ben. Okay.
meer aarde, zeg maar. Ik denk aan mijn profielfoto, dat ik in de City Bloemen lig. Is het ook allemaal goed? Met meer mensen. Grote cirkel. Blije mensen. Rustige mensen. Staat er rust uit. Vrolijk uit. Dat is ook een boodschap voor je. Het is goed, vertrouwen, het is goed. Voel de energie rondstromen. Staan als cirkel, hou elkaars handen vast. Grote cirkel, voel de energie stromen. Mensen die je kent. Ik kan het gezicht er niet scherp zien. Maar ook vlinders omheen. Beestjes, vlindjes. Vader. Dat is maar niet meer biologisch. Heeft hij ook een boodschap voor je? Ja, ik hoor hem schelden. Ik wil niet altijd zeggen dat het negatief is. Dus een beetje zijn karakter, pas bedoel, initiaal. Zo koppig, zorg dat het goed gaat, snap je zo. Steuntje. Is die fysiek nog hier bij ons op aarde of is die over? Naar mij weet is die er nog gewoon. Okay.
het is een cirkel om ze dansen, eigenlijk een rondje. Ja, daar komt mijn moeder ook voorbij zijn gekomen. Mm-hmm. Die is er ook nog gewoon. Al je liefde naar alle mensen die er zijn in de cirkel. Een ander dorp. Wij zitten nou gewoon in een Italiaans dorpje. Mm-hmm. Waar ik dus nu gewoon mijn biologische vader zie. Dus ik neem aan dat dat hem is. Ach, mooie Maar niet als mens, denk ik. Ik denk als spirit. Okay. Ik denk dat hij er niet meer is. Okay. Maar ik omhels hem wel als mens, zeg maar. Ja, ze voelt het niet. Het voelt open. Het heeft gewoon zijn leven geleid, gewandeld. Nooit de intentie geweest om mij met bepaalde gevoelens te laten zijn. Geheel dus die relatie. Niet zo dankbaar voor te zijn. Heeft hij nog een mooie boodschap voor je? Hoe voel je?
is, kan hem niet goed zien, zijn gezicht of wat dan ook. Dat is onbekend, maar je kan hem wel voelen. Dankbaarheid. Emotioneert. Ja. Het is weer tijd om te gaan, zeg maar. Weer afscheid nemen. Ik weet dat je altijd verbonden bent. Er is geen afgescheidenheid. Alles werkt telepathisch. Dus je kan gewoon praten in gedachten tegen hem. Om verder te gaan. Vraag in gedachten aan de adelaar of je hartchakra helemaal open mag gaan. En of je dat mag voelen. Het is juist alsof er gezegd wordt dat ik hem, hij staat al open. Alleen, soms is het misschien wel beter om het in de gaten te houden. Anders krijg ik. Waarom zou je hem in de gaten moeten houden? Geen idee. Dat het open staat of zo, dat idee. Hoe kan je hart open staan? Ja, ik weet het niet. Oké, dan mag je me nazeggen in gedachten.
Ik bedank mijn ego voor alle lessen die het me gegeven heeft. Ik bedank mijn ego voor alle lessen die het mij gegeven heeft. Maar ik besluit om vanaf nu volledig vanuit mijn hart te gaan leven. Ik besluit om vanaf nu volledig vanuit mijn hart te gaan. Om alle keuzes te maken in liefde. En daarom kan ik vanaf nu uit een volledig geopend hart leven. Daarom zal ik vanaf nu een volledig open hart leven. Ben ik er weer gaan. Ik was nog niet zo ver. Ik weet niet of jij al zo ver bent. Is de adelaar nog? Ik was even met zijn kleintjes aan het spelen en zo bij het nest. Oké. Vraag maar aan de adelaar of je weer met hem mee mag. Want we zijn nog niet klaar. Ik laat me meeleiden. Ik zit er bovenop, zeg maar. Mm-hmm. Deze is kleiner. Ik kan hier naartoe gaan. Oké, vertel maar wat je tegenkomt. Hoog, bergen, rivieren, landschap. Schijnt de zon? Ik heb het nu nog niet koud. Okay. Zie je hem ook schijnen? Ja, nu wel. Oké, mooi. Laat die stralen je raken. Ja. Waar ga je naartoe? We gaan hopen, omdat ik wat dichter naar die zon ga. Super, heel super. Laat maar gebeuren. Dat de zon al het negatieve weghaalt, weet je. Het opwarmt, kou weghaalt. Ja. Kou is lage energie. En vertel maar wat er gebeurt. Ook weer grapjes te maken natuurlijk. Ik zie mij gezonder op die vogel. Ja.
met mijn rug op de vogel en aan de zon toe, zeg maar. Maar hij is ook wel een beetje aan het fucken, dus we gaan naar beneden, dan moeten we vasthouden. We mogen ook veel meer plezier maken. Huh? Dat we ook veel meer plezier mogen maken. Ja, dat is ook plezier, dat is ook lol. Ja, het is veilig als ik het wat zonder toch maar beneden doe. Nou, dat iets. Op de bodem is het voor mij veiliger. Vertrouwen. Ja, dat is ook vertrouwen. Maar de vogel vindt dat, hè? Zo komt het over. Ja, dan vertrouw je de adem. Speels. Ja, ik vertrouw het. Ik kan zelf ook vliegen. Gewoon even mag rusten. Ja. Geniet in de zon. Stoeltje. Een lege stoel. Strand. Die zonnestralen voelen. Weer het water. Probeer eens naar jezelf te kijken in gedachten. Wat heb je aan? Ik had net op mij mijn shirt uitgetrokken en toen ik op die vogel zat met zonde. En ik heb nu gewoon weer een korte broek aan. Met het zonnetje. Welke kleur? Zo rood. Nou. Geef die broek eens al je liefde. Stuur met heel je intentie die broek al je liefde. Maar ik heb gewoon spijkerbroeken aan. Hè. Maar het zegt ook van ja, het maakt geen ruk uit wat je aan hebt. Oké, je mag het ook in gedachten uitdoen. Zodat die zon je volledig kan raken. Ja, ik ben niet zo'n skinny. Heb je vertrouwen? Ja, dan zie ik mezelf nu naakt door het zout heen datelen. Oké, super. Probeer in je gedachten naar jezelf te kijken. Wat zie je? Dan denk ik echt, wat de fuck is die aan het doen? Raken die zonnestralen jou? Ja, nog steeds. Het is lekker, ik ben blij. Iedere cel van je gestel? Hm? Iedere cel van je gestel? Warm worden door de zon. Het zout heen. Vrijheid. Kijk eens in je gedachten naar jezelf. Begin jezelf ook die stralen lichten uit te stralen, die de zon naar je toe stralen. Om een kopje te zien wel, als ik zo kijk. Heel
helemaal alles? Raak, weet je, want ik ben helemaal niet zo naakt buiten. En nu zie ik mezelf op het strand, zie ik mezelf daar een beetje rondhuppelen en een beetje blij zitten zijn in mijn blote kont. Dus het is apart om te zien. Straalt iedere cel van je gestel dat licht uit? Ja, alsof het weer kaast. Uit mezelf komt, nee. Straal ook licht. Super. Gaan mensen dat voelen hier op aarde? Als ik straal, dan voel mensen dat, ja. Het is alleen een kunst om het stralen vast te houden. Maar ze niet te laten afleiden. Mijn ego. Dat is inderdaad zo. Maar je hebt je ego nu al je liefde gegeven. En vanaf nu ga je onvoorwaardelijk vanuit je hart leven. Dus dan zal het geen probleem zijn om vanuit onvoorwaardelijke liefde te gaan leven. En zul je het direct doorhebben als anderen je naar beneden proberen te halen. Zij die het nog niet weten, die wij alleen maar onze onvoorwaardelijke liefde hoeven te geven. Heeft de Adelaar nog een boodschap voor je? Wees de echte jij. Mooi. En kan je in gedachten vragen aan de Adelaar of ik misschien nog iets voor je kan betekenen? Ik krijg alleen onvoorwaardelijke liefde door. Alleen, ik krijg onvoorwaardelijke liefde. Het is wel goed. Heerlijk aan het chillen. Maar ik ga je toch weer heel langzaam terughalen in het hier en het nu. Maar als jij hoog in je eigen energie zou blijven, dan kun je deze energie vast blijven houden. Die je nu voelt. En dat is rust en liefde. Bedankt je, Adelaar. Voor alles wat je hebt mogen ervaren. Hij zal altijd bij je zijn.
mag je zo heel langzaam weer je handen en je voeten gaan bewegen. En dan mag je zo meteen, voor wanneer voor jou die tijd daar is, ook weer heel langzaam je ogen openen om terug te komen in het hier en het nu. Want wij mogen het in het hier en het nu, mogen wij het doen. Hé, hey, jij ook hier? Hé, hey, gezellig! Nou, dat was me een reis. Nou. Oh, wat bijzonder. Zo, dankjewel. Van hart, zeg ik altijd. Dankjewel. Ik wil mijn oude paardjes nu een beetje. Bijzonder wel. Ja, dat zijn bijzonder. Eén keer eerder gezien als een schim. Maar nu was ze ook een stukje verder. Wel bijzonder. Ik zie een hele baas om je heen. Hele gloed om je heen. Mooi, maar een mooi mens ben je. Mooie ziel. Dank je. Ja, jij bedankt. Wij zijn niet verschillend. Uiteindelijk zijn we allemaal hetzelfde. Ja, met de andere jij. Ja, het is van je eigen innerlijke reis. Ja. Wat? Je eigen welke gedachten, reis, welke trillingen, welke. Echt die vrijheid. Komen naar boven. Ja. En als er nog onbewust dingen zitten die nog geheeld mogen worden, waar nog liefde naartoe gestuurd mag worden, dan wordt dat duidelijk. Dan, ja, kijk, dan net zoals jij, dan ga je eerst terug weer naar vorige levens. Waar dan nog een stukje onbewust zit wat nog heling. Nou ja, ik was best wel onder de indruk. Kijk, ik mis mijn kinderen, dat is logisch, snap je? En, maar vooral de jongste, in die zin van dat ik die al heel lang niet heb gezien. En natuurlijk geeft dat een plek, snap je? Dat, daar ga je leren mee omgaan. En, maar nu ja, kwam dat toch wel heel dichtbij. Om de oud dan ook zo te zien als kind en spelen, oh, dat was wel heel erg indrukwekkend. Ja. Dus eigenlijk was dat ook een stukje van jou, je innerlijk kind, om die ook te helen. Ja, dat klopt. Ja, en dat van mijn biologische vader. Want ik had met mijn echte vader, zeg maar, met de naam die ik draag, dat had ik niet het, er moet nu wat gebeuren of er gaat iets, want het was al goed, zegt hij. Hij zei, ik snap het wel, zo, ja, klootzak, zo. Dat is de mentaliteit, he, maar ja. Maar dat stukje dat ik dan weer, zeg maar, het idee van biologische vader, want dat komt dan toch in je op, hè? Je creëert het zelf. Dus het is inderdaad iets wat je nog niet hebt opgelost of nog niet helemaal een plekje hebt gegeven. Ook al denk je van wel. In de meditatie komt alles voorbij wat nog een stukje heen verdient. Ja. En dan mag je pas eigenlijk naar de zon, naar het licht. Ja. En dan is pas je ziel vrij. Ik snap het. We denken vaak dat we al dingen hebben opgelost. Ja. En ik heb het uit ervaring ook gehad, dat ik dus krijg ik ook pijn in mijn hoofd. En dan voel ik dat ik emoties heb die ik dan moet huilen. Dan moet er iets uit en dan begrijp ik zelf nog niet eens waarom. Maar wat? En dan, dan kwam ook een stukje kinderen weer, weet je. Terwijl ik dacht, ik had het toch al opgelost. Ik kom met zoveel mensen in aanraking. De meeste zijn lichtdragers. En sommigen die denken ook dat ze al zijn. Dat ze ook al vijfde dimensie zijn. Mm. En dat ze al, ik heb jou niet nodig hoor. Want ik ben al daar. Of ik ben je hebt elkaar al. Gewoon weer. En dan denk ik, ja, als jij dat denkt. Ja, prima. Dat mag. Maar dan... Daarna, in dat contact, blijkt dan dat er toch nog een stukje zit wat ik dan al zie, wat dan nog geheeld mag worden. Dus diegene denkt dan al wel vijfde dimensie te zijn.
En ik weet dan, door mijn helden weten natuurlijk ook, dat diegene daar dan nog helemaal niet is. Maar goed, dat is ook een les voor die. Ja, precies. Dus dan stuur ik alle liefde en licht naar diegene. En dan, als het zo bedoeld is, dan komt diegene toch wel hier op mijn pad om die meditatie te ervaren. Ja, of ik kom op een andere manier erachter. Of bij iemand anders. Ja. Ik weet niet of misschien zijn er nog wel andere mogelijkheden om die wedergeboorte te ervaren. Maar zoals religies ze claimen, ik geloof niet dat dat zuiver is. Want ik weet dat religies niet verder gaan dan vierde dimensie. Door alle beperkingen wat de volgelingen opgelegd wordt. Nou, het begint al, ik ben moslim, ik ben christene. Ja. Nee, dat kun je niet zijn. Nee. Dat kan niet. Je leeft ernaar, je streeft ernaar, of whatever, maar je bent het niet. Maar dan kan wel al die ellende van. Mensen nou ja, die mensen die volgen niet hun eigen hart, maar die volgen dan een leider in die religie. Mm-hmm. En ik zeg altijd, volg je eigen hart. Ja. Ja, want alleen dan zul je vrijheid kunnen ervaren. Ja. Ik mag ze gewoon daar naartoe begeleiden. Stap voor stap. Ja. Dat is mijn taak. Ja, cool man. Ik ben ook heel dankbaar. Ja, ik herken dat wel hoor. Ik moet zeggen, ik heb het vroeger ook wel eens gedaan natuurlijk. En dan krijg je ook die reacties. Dat mensen er ook echt mee geholpen zijn. En dat is dankbaar werk. Als je echt zelf een reiki geeft, dat het energie stroomt ook door jou. Dus tuurlijk. Met reiki dan begint eigenlijk je spirituele reis, zou ik het bijna noemen. Want met reiki ben je bewust van terug naar huis, terug naar het zijn eigenlijk. Ja, bezig om anderen te verlichten. Mm-hmm. Maar je mag eerst jezelf verlichten. Ja, dat is dat eerste. En als je jezelf hebt weten te verlichten, hè, want met vijfde dimensie begint pas werkelijk je verlichting. Mm-hmm. Want die gaat dan door naar die gouden energie. En als je die gouden energie voelt, dan ben je één met de bron, de schepper, God, mm-hmm. hoe je het noemen wil, de hoogste energie. Dan ben je pas werkelijk verlicht. Dan weet je ook dat er geen afgescheidenheid meer bestaat. Maar mensen zijn met reiki bezig en dat is hartstikke mooi. Maar ja, die anderen verlichten terwijl je eerst je eigen... Nou ja, ik zeg heel eerlijk, ik ben het gaan doen om puur mezelf te helpen. Ja. En toen kwam ik achter dat ik er ook andere mensen mee kon helpen. En dat gaf alleen maar genoegdoening, zeg maar. Ja. Dus dat gaf alleen maar fijn gevoel. Ja. Maar uiteindelijk, ik heb het wel, ik ben hier ook heen gegaan, echt puur voor mezelf. Ja. Ja, ik zit voor mezelf. Ja, natuurlijk. Ik ben blij dat ik het ook gedaan heb. Ja, dat begrijp ik. Ja. 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 En de adelaar die staat voor je hogere zelf. Oké. Okay. De adelaar is ook het hoogste totemdier en die brengt ook verlichting. Okay. Voor mij is het allemaal intentie. Betekenis aan geven aan een bepaalde intentie, als het werkt, werkt het. Ja. Maar dan zie je, als je terugkijkt naar de Indianen, als je gaat verdiepen in de Indianen, ja, die werken heel veel. Ja, de natuur. Ja. Ja, maar het is ook, kijk, in Alaa is er nog het grootste vogel. Maar ja, gisteren heb ik er ook over nagedacht natuurlijk een beetje. En je vliegt, dus je hebt eigenlijk een soort helikopterview. Ja. En dat kun je zien. Alaa vliegt boven alles. Ja. De sterkste storm overwint hij nog. Ja, maar snap je, dus je hebt een helikopterview. En als je een helikopterview, dan heb je een heel ander beeld van het hele leven. Ja. En als je dan ook nog eens een keer zo... met een helikopterview naar je eigen bewustzijn kan kijken. Ja, natuurlijk. En dan, een hele andere koek en ei. Snap je nu ook dat ik gewoon ook altijd zeg van alles wat ik tot me neem, wordt ook direct liefde en licht. Dat is mijn intentie. Nou, je straalt het helemaal uit, dus je bent goed bezig. Dat is een oordeel, maar kennis. Dank je. Ja, nou, ik ben blij dat... Ik hoef er niet eens mijn best voor te doen. Het is gewoon wie ik ben. Ja. Het heeft wel met bewustzijn te maken. Ja, natuurlijk. Als je in dat bewustzijn zit, dan... Natuurlijk, en dat is ook de groei. Dat is ook de groei en de reden dat mensen hier op aarde zijn. Om te kunnen groeien in die bewustzijnsvelden, frequenties. Mm-hmm. Ja. Nou, ik heb nog 50 jaar, dus komt helemaal goed. Dat zal ik je vertellen, want... Heb jij eenmaal je wedergeboorte ervaren, wat je dus nu ervaren hebt, dan hoef jij niet meer dood. Nee, want mensen gaan dood omdat ze niet leren om naar hun intuïtie te luisteren. Mensen gaan dood omdat ze naar hun ego luisteren.
maar ik zie dood als transformatie. Maar... Ja, maar als transformatie voor nou, uit het lichaam. Nee, ja, en dan ga je terug naar huis. En dan mag je het in een ander stadium nog een keer proberen. Nee, ik weet niet, dat is een keuze. Om weer dood te gaan. En om dan weer te transformeren in weer een ander lichaam. Ja, wat dan? Hoe zie jij dat dan? Ja, dat is juist het reïncarnatieproces. Uh-huh. Wat eeuwig doorgaat. Uh-huh. Totdat je zo bewust bent dat je uit die matrix stapt. En dat je niet meer dood hoeft. Ben jij eenmaal vijfde dimensie, wat dus nu gelukt is, dan hoef jij niet meer dood. Want je hebt je lessen geleerd. Ja, je hebt je het over het lichamelijk dood of heb je het over spiritueel dood? Nee. Je kan geen 200 worden hier. Ja. Jawel. Ja. Ja. Je kan wel 300, je kan wel 600 worden, wat jij wil. Ja, want jij hoeft nu niet meer dood, omdat jij niet meer ziek wordt. Want je hebt alles aan iedereen vergeven. Je hebt jezelf vergeven voor alles wat je in het nu moment misschien anders zou doen. Dus waarom zou jij nog dood moeten? Want je hebt je levenslessen geleerd. Jouw karma is allemaal uitgewerkt. Dat heb je nu net ook ervaren tijdens de meditatie. Dat je nog terug mocht naar een vorig leven waar nog iets te helen viel. Dus waarom zou jij nog dood moeten? Nou, maar ik vind dood sowieso een raar woord. Maar ik bedoel, als ik dan dit aardse lichaam zou verlaten. En dat ik dan, blijf speculeren natuurlijk, maar ergens terecht kom. En waar je dus ook weer opnieuw kan kiezen van, hey, ga ik terug of ga ik niet terug? Nou, de reden waarom jij straks wel ook, en net als ik, ook kiest om terug te gaan. En of dat we nou 85 zijn of 300 of 600. Dat is omdat wij hier op aarde maar, tussen aanhalingstekens, tot die gouden energie kunnen groeien. Dus tot de 13e tot de 15e dimensie is de gouden energie. Dan sta je gelijk in contact met de bron, de schepper. Maar in de geest zijn er nog veel meer dimensies. Dus als wij hier zoiets hebben van, nou, weet je, ik heb hier genoeg mensen aan mogen raken met mijn aura, met mijn energieveld. Ik vind het genoeg geweest en ik wil eigenlijk, ben er nu klaar mee en ik wil nu zelf verder. Nou, dan kunnen wij ervoor kiezen om dit fysieke jasje te verlaten, om dan verder te kunnen groeien in de geest. Maar we hoeven niet meer dan. Ik heb wel eens een voorstelling gedaan van dit leven, hoe ik met de reïncarnatie bezig ben geweest. Dat ik er zelf boven zag en dat ik zeg van, nou, ik ga weer naar beneden. En ik wil daar wel even actie hebben. Hè? Er moet wel wat gebeuren, ik moet wel wat meemaken, want ik wil ervan leren en ik wil wel wat ervaren. Dus kom erop, kom erop! Nou, ik heb het nou. Ik had met mijn grote bek. Echt zo heb ik dat echt. Jee, wat heb ik nou in zelf van me gedaan? Ja. Maar ja, wie duister niet kent, zal het licht niet kunnen waarderen. Ja, dat dus. Dat dus, ja, inderdaad. Anders dan. Als je dat niet geleerd had, dan had je nu niet hier op de bed gelegen. Ja. En nu mag je gewoon door jou zijn, doordat jouw aura nu straalt, en dat heb je zelf gezien, dat je handen en dat je lichaam het licht uitstraalt. Ja, ik heb helende handen, zo zeg ik dat. Ja. Als dat zei, zo zei ik dat altijd. Ja. Helende handen. Ja. Ja, maar ja, dat is gewoon. Ik heb ook wel dingen gezien, hè, dat bij mensen, zeg maar, dat ik. Ik ga eens kijken of hij ergens last van heeft. Dus ga ik zo bij zijn rug was gaan voelen. Weet je? Ja. En dan krijg ik een boodschap door. Ja. En ik zie in één keer een ontsteking. Ja. Weet je? Ik zie een ontsteking. Ja. Hoe kan dat nou? Weet je? Maar ik zag zo'n ontsteking zitten bij zijn rug. En van breed naar smal lopen. En ik denk, ja, wat moet ik daar nou mee? Weet je? Het overkomt mij. Ik zie dat. Ik denk, what the fuck? Dus ik denk, lichtbal. Energie, ja. Liefde. Ja. Dus ik stuur er een lichtbal omheen. En ja, dat was het dan. Ik heb die man nog nooit meer gezien. Oké, nou, diegene kan op dat moment geheeld zijn, maar die persoon, die man, die is daarna niet volledig geheeld. Zijn chakras zijn nog niet in balans. Dus zeg maar, misschien dat een week later die man weer in angst zou schieten, dan zou die ontsteking weer gaan broeien. Ja, dat zou zo kunnen, maar voor mij was het al überhaupt een hele ervaring, weet je. Maar wat zie ik nou? En hij pijn in zijn rug. Ja, hoe kom ik daar nou bij, weet je? Waar haal je dat vandaan? Waar komt dat vandaan? Hij pijn in zijn rug, hè? Ja, maar dat is dus je gevoel, je intuïtie, die jou dingen influistert. Ja. Waardoor jij die ander mag helen. En als ik met mensen aan de gang ga met heling, dan zeg ik er wel altijd bij, van, denk er wel aan, dat op het moment dat jij weer in angst schiet, zul je ook weer pijn ervaren. Want pijn, kou, wat je in de meditatie ook doorkreeg, dat kou is ook alleen maar van het lagere, van het duister, zeg maar. Ja.
En pijn ook. Pijn is ook alleen maar... Als iemand pijn heeft, dan leeft diegene nog niet vanuit zijn intuïtie. Dan leeft diegene vanuit zijn ego. Want als jij puur vanuit intuïtie leeft, zul jij nooit geen pijn ervaren. Want je ziel bestaat uit 100% liefde. Ja, in de vijfde dimensie en hoger... Mindfuck, hè? Ja, dat is ook zo. Ja. In de vijfde dimensie en hoger is geen pijn meer. Zijn geen ziektes meer. Want degenen die werkelijk vijfde dimensie zijn, die hebben hun verleden vergeven. Dus er zijn geen ziektes meer. Dochter, lief is thuis. Ja, man. Ja. Nou, dat was het voor vandaag. Ik heb er mega van genoten. Een hele bijzondere ervaring. Ik raad het sowieso iedereen aan om zoiets gewoon überhaupt te ervaren. En is het bij deze beeldschone dame of bij iemand anders. Het zal je goed doen. Het brengt je dichter bij jezelf. En, ja. Dus ja. Dat. Dus dat, ja. Ja, ik hoop dat mensen ook volledig naar hun intuïtie gaan luisteren. Ja. Zonder dat zij geleid worden door geconditioneerde ego. Dat ze bij zichzelf kunnen blijven, dat is gewoon heel erg belangrijk. Je niet meer laten triggeren door anderen die nog wel in angst leven. Ja, gevoed op pijnlichamen en zo. Ja, precies. Cool. En als jij bijvoorbeeld naar het journaal kijkt en dat je dan gevaar ziet wat anderen overkomt, laat dat gevaar ook bij die mensen, want die mensen hebben die lessen te leren. En neem dat gevaar niet tot angst bij jezelf. Van, maar dat zou ook bij mij kunnen gebeuren. Nee, want dan ga je wat creëren voor jezelf wat nog geen waarheid is. Ja. Want je ziet beren op de weg. Het is niet plus reëel, op die manier is denken, niet echt. Ja, plus op die manier denken, neem je die negatieve trilling. Waarom? Dat is zo. Bij je, je hebt je het is illusie, het is niet echt. Het zijn beren op de weg die je dan wel gaat creëren voor jezelf. Alle gedachten zijn krachten. En dat is waardoor de mainstream media eigenlijk ook mensen in angst... Dat is de grote mindfuck. Ja. Dat is inderdaad de mainstream media. Omdat ze dat is de radio begrijpen. Met lage frequentie muziek die ze draaien. Want de frequentie is veel lager en die kan ook een hoge trilling krijgen. Tuurlijk, ze voelt niet beter. Ja. Maar ja, die vind je op YouTube. Ja klopt. Hoge frequenties. Ja, ik loop lekker in joint. Ja. Dat heb ik ook op die manier gedaan. Ja. Nee, dat doe ik dan weer niet. Nee, maar dat is ook zoiets. Dat voor mij is dat gewoon echt een hulpmiddel. Ja. En, ik ben dat heb je nou nu niet eens meer nodig. Als jij vanaf nu hoog in je eigen energie blijft. En je ziet het gewoon om je heen. En denk dan gewoon in gedachten van... Joh, weet je, ik zie jou. Maar ik stuur jouw liefde en licht in gedachten. En je gaat daar niet op in, op die ander. Want zodra je erop ingaat, want je wil jezelf beschermen en verdedigen, bam, dan zak je alleen naar beneden in energie. Ja. Nou, ik ga er niet vanuit dat ik in één keer naar beneden zak. Maar ik ben sowieso, dankbaar voor dit stuk en deze ervaring. Zodat het mij sowieso al weer een steuntje is om verder te kijken. Snap je? Ja, zo en ga vragen in gedachten of je zo snel mogelijk mag groeien naar die gouden energie. Hmm. Alleen degene die vragen... Die krijgen antwoorden, die krijgen hulp. Want dat komt door je vrije wil. Ieder heeft een vrije wil hier op aarde. Ieder. Dus ga je niet vragen in gedachten, krijg je gewoon geen hulp. Het is zo simpel allemaal. Het is zo simpel allemaal. Als je het snapt, dan is het simpel, hè? Ja. Angst kan jou bereiken tot de negende dimensie. Als je daaraan voorbij bent, dan ben je echt... Een negende level van bewustzijnsniveau. Ja. Dus weten, bewustzijn van je eigen gedachten, de consequenties ervan, de trillingen en alles wat ermee speelt. Ja, ik heb in meditatie, dat is denk ik nu zo'n 2 jaar geleden, heb ik echt de duivel links van mij gezien. De lange zwarte cape met de rug naar mij toe. Ik wist dat hij me niet meer kon raken, want ik had mijn wedergeboorte dus al ervaren in meditatie bij iemand in Helmond. Maar hij stond nog vanuit de zijlijn met mijn leven mee te kijken. Dat vond ik niet prettig, dat wilde ik niet eigenlijk. Dus ik bedacht me geen moment en ik liep naar hem toe en ik sloeg mijn armen om hem heen. Om de duivel, hè? Sloeg mijn armen om hem heen en alles is energie. Dus ik loste zo op tussen mijn armen. Ja. Dag lieve mensen.